Goedemorgen, met Miranda. Goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Gaat goed. Leuk om te horen. De reden... Ja, met jou? Ja, prima. De reden dat we jou en de Music Boys hebben uitgenodigd is vanwege de laatst verschenen single Ik Ben Zo Dankbaar. Ja. Vertel, hoe is deze single tot stand gekomen, Miranda? Ja, hoe is deze single tot stand gekomen? Sinds kort zijn we met ons drieën muziek aan het maken. Ja. En dan leek ons het leuk om een nummer op te nemen. En wij zijn toen bij de studio geweest, Tim Hemmen. En die had zoiets van, ik heb een hele leuke tekstschrijver. Die maakt prachtige teksten, Angela Radke. En die heeft dit nummer voor ons geschreven. Ja, dan ga je dat beluisteren. Zo van, is dat wat voor ons? Ja, nou, daar waren we echt helemaal tevreden mee. Dus zijn we de studio ingegaan. En ja, dit is het resultaat. Daar zijn we heel dankbaar voor. Het is in een begeleidend schrijven, even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Het duo Wim en Miranda is al een gevestigde naam uit Noord-Nederland en Duitsland. Maar Miranda en de Music Boys, leg dat even uit voor de luisteraars. Nou, dat is de Music Boys, dat is dus mijn man Wim. We treden ook nog wel gewoon met ons tweeën op, Wim en Miranda. Ja. Maar ook sinds kort dan met Miranda en de Music Boys. Dus dat is Wim, mijn man, en Patrick Dijkstra. Ja, en hoe lang... Dat de drummer dan, en die zingt ook, dus dat is een hele mooie formatie zo. Ja, en hoe lang is dat samen, de Miranda en de Music Boys? Dat is eigenlijk, hebben we wel heel wat, dat is zo een keer wat optredens gedaan, spontaan zeg maar. Ergens, als Patrick ook toevallig daar het optreden was, nou dan gingen we gewoon spontaan wat met elkaar optreden. En sinds september... hebben we onze eerste weekend zo gedaan, zeg maar, gepland voor fans. Wat dan natuurlijk met deze coronatijd gepast mocht met 30 personen. Ja. We hebben een middag en een avond georganiseerd. En en zo is dat tot stand gekomen. En vandaar op deze single. Maar Patrick en Wim zitten hier ook. Dus die kunnen jou ook nog wel wat leuks vertellen, denk ik. Dus anders denkt Patrick straks van, ik wil ook heel graag wat vertellen. En Wim natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk is dan van een duo zijn jullie naar een trio gegaan. Ja, we treden ook nog wel op als duo, vooral de tehuizen en de kleine optredens zeg maar de grote optredens, ook in Duitsland en zo. Ja, dat is dan toch mooi om met driemansformatie te doen. Ja. Want jullie in het noorden van Nederland, in het oosten van Nederland, zijn veel in Duitsland. Hè? Jullie hebben veel met Duitsstalige muziek, hè? Ja, dat vind ik ook erg mooi, ja. En ze worden heel gezellig. En dat de grote feesten, dat is toch weer heel anders dan bij ons in Nederland. Ja. Hele grote feesten, ja. Ja. Alleen dit jaar is het allemaal anders, hè? Ja, het is nou echt drie keer niks. Heel veel optredens afgezet. Maar ja, goed, het is natuurlijk een vervelende tijd. Ja. En dat geldt voor ons allemaal. Ja. Nu het nummer Dankbaar. Hoe is dit nummer tot stand gekomen, als ik vragen mag? Zal ik dat Patrick even laten uitleggen? Want die zit ook naast mij. Ja. Doe je dat goed? Ja, is goed. Oké. Okay. Vind je wel leuk? Ja. Met elkaar aan de tafel, dus dan helemaal voorbereid. Ik ben er ook natuurlijk, dus ik geef het woord aan Patrick. Ja, kijk eens aan. All in the family. Goedemorgen. Mooi. Goedemorgen, met Patrick. Goedemorgen. Ik stelde net zojuist aan Miranda de vraag. Maar Dankbaar, hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, doordat we al een tijdje hier en daar zo wat samen deden in de muziek. En toen een optreden georganiseerd hebben, waarbij we dan met de drieën wat zouden doen, is de naam eigenlijk ontstaan. En toen hebben we gezegd van, daar gaan we ook de studio in en dan willen we ook graag gewoon een eerste single als driemansformatie. Ja. En zo is de single eigenlijk een beetje ontstaan. En ja, heel, heel blij en dankbaar natuurlijk dat dat zo inkomt en aanslaat. Ja, en wie heeft de tekst geschreven van dit nummer? De tekst is geschreven door Angela Radke. Dat is een goede vriendin van de man achter de studio die de arrangementen maakt voor ons.
Ja. Is... Ja, zij heeft dan uiteindelijk de tekst geschreven voor ons. Ja. Maakt het nou een wezenlijke verandering nu jullie van duo naar trio gegaan zijn? Is dat, is het, ja, je kunt het eigenlijk nog niet, je hebt er eigenlijk nog weinig ervaring om kunnen doen, want jullie kunnen nog niet optreden natuurlijk. Maar is dat heel anders, een duo of een trio? Ik denk dat dat een vraag is die Wim inderdaad heel goed beantwoorden kan. Ja. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We zijn compleet. We zijn compleet. Ik stelde net de vraag, het van een duo naar een trio, is dat wezenlijk anders of niet? Nou, het is een hele leuke, goede podiumafvulling. Ja. Dus wij hebben er wel ontzettend veel baat bij. Dus ik vind het een, met de grote feesten vind ik het een hele goede uitkomst. Ja. Maar voordat je bij, Wim en Miranda kwam, wat deed je voordien? Ja, wat ik voordien deed, was ik als solo artiest wel bezig. Ja. Met keyboard en met accordeon wel. Ja. Maar goed, met Wim en Miranda ken ik natuurlijk al een langere tijd en we hebben hier en daar al wat samen gedaan. Ja. Dus ja, zodoende dat we nou ook samen zijn gegaan. Maar we hebben naast de Music Boys hebben we dan inderdaad ook nog onze solo kant. Ja, ja. En, dit is een opstap, de single, dankbaar. Maar dat gaat zeker ongetwijfeld een vervolg krijgen. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, we hebben inderdaad al een afspraak staan voor na januari, februari. Om dan nog inderdaad te gaan kijken voor een tweede single. Ja. Hoe zijn de reacties geweest tot het uitbrengen van deze single onder de naam van Miranda en de Music Boys? De reacties die zijn echt overweldigend. Dat hadden we niet verwacht dat het zo extreem veel zou zijn en positief. Ja. Dus ja, en dat heeft ook zeker de doorslag gegeven voor een tweede single. Ja. Oké, we gaan de singles dadelijk draaien. Ik zou jullie vragen, het laatste woord is voor alle luisteraars die momenteel meeluisteren. Jullie kerstgroeten of je mag het zeggen, doe het maar, dan gaan we de singles starten. Ja, nou, we wensen natuurlijk alle luisteraars, natuurlijk ook jou veel hele fijne feestdagen. En een gelukkig en gezond nieuwjaar. En we zijn blij met de promotie die jullie ons geven. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier met onze single Dankbaar van Miranda en de Music Boys. Nou, en ook hier van deze kant uit voor jullie een hele fijne feestdagen. En bedankt voor het gesprek deze morgen. Ja, super. Graag gedaan. Doei, doei. Hoi. Doei. Heel erg bedankt.